Een aanzienlijke drugsvangst dinsdagavond in Zwijndrecht. De politie rukte rond 7 uur met man en macht uit voor een geparkeerd busje op de Parklaan in Zwijndrecht. De politie trof in het busje enkele kilo's harddrugs aan. Woensdagochtend werd een 43-jarige Dordtenaar aangehouden voor betrokkenheid hierbij. De politie was in actie gekomen na een melding van getuigen dat twee mannen in de buurt van het busje zich verdacht gedroegen. Toen de agenten ter plekke aankwamen, bleek het tweetal er niet meer te zijn. Het busje en de drugs zijn in beslag genomen. De drugs zijn inmiddels vernietigd. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.